I told mom and dad. A few moments later. Yeah. De Lana draft. Het is natuurlijk wel belangrijk dat als ik video's maak, dat ik altijd een beetje onderzoek doe naar het onderwerp. Dus dat ik me wel verdiep in de situatie en ook weet waar ik over praat. Dus mijn arm is helemaal lam, maar we gaan alsnog gewoon lekker FIFA spelen. Mensen, welkom bij een nieuwe video. Een nieuwe Subdraft, de serie waarin ik ideeën nak uit de comments. Nou, eigenlijk niet nak, maar ik pak ze gewoon en dan geef ik jullie er een giftcard van Ik Word Er Goed Voor terug. Dus laat ook weer voor deze aflevering een blauw duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. We hebben bijna 200.000 abonnees. Fucking fantastisch. Trots op jullie. Dankjewel. En een comment laat hij ook achter met een potentieel idee voor in de volgende aflevering. Yeah! Nu de formaliteiten uit de weg zijn geholpen, kunnen wij spelers gaan kiezen die voldoen aan de comment van Axel Severi. De oude kleine viespeuk heeft gezegd: de Lana draft kiest de speler met de beste curvestat en bij de keepers natuurlijk de beste balbehandeling. Als een speler bekend staat als een viespeuk, kies je hem uiteraard. Ronaldo staat wel bekend als een viespeuk. Neymar, die was... Dat was volgens mij die zaak tegen hem. Dat klopte niet helemaal. Maar Axel, dankjewel voor je idee. Ik stuur je een berichtje op Instagram met een giftcard naar je toe. Nou, fantastisch. Die mag je meenemen. Zoals altijd hebben wij ook weer een jokertje. Een jokertje, een lekker jokertje. Dat wij kunnen gaan inzetten om een speler te kiezen die niet per se de hoogste stats of wat dan ook heeft. De speler met de hoogste curve is hier denk ik gewoon Papu Gomez of Kevin De Bruyne. We moeten naar effect kijken. Bill heeft 90. Zo. Griezmann. Oh, het is Bill met het meeste effect. Dat is opvallend. We hebben geen keeper erbij. Dus we moeten Gareth Bale kiezen bij Real Madrid. En ik heb daadwerkelijk geen idee of dit een beetje een goede draft gaat zijn. Als wij kijken naar 76, dat is wel lekker. Ja, ja. Mariano heeft het ook. En die heeft een link met Bill. Dat is top. Normaal heb ik altijd wel een beetje een idee van... Hey, wat dan de geldwold draft? Nou, dan heb je spelers die vooral uit de Premier League komen. Een hele hooggewaardeerde spelers. Dus dat kan wel een goed team worden. Maar nu heb ik geen idee. Want ook een speler, een zilveren speler, die krijg je bijna niet. Maar stel een zilveren speler heeft veel curve. Ja, dan kan dat. Curve is niet iets dat per se gelinkt is aan een speler. Ik denk hier dat het misschien wel gewoon paillettenketet is. Het hoort bij Pasen, dus daar moeten we vooral naar kijken. Mané heeft 76, Osebajal. Paillette 85 is hoog is, maar Mbappé, Neymar, die heeft 88. Mbappé, hoe kom ik daar nou bij? Neymar heeft 88. Er zit ook geen grote viespeuk bij, behalve dan Neymar, die we net noemden. Dus die gaan we gewoon kiezen. Zo, dat is ook geen verkeerde speler. De middenvelders dan. Saúl, Rabiot, Koke, Alan. Rakitic heeft denk ik de meeste curve. Koke heeft 85. Rakitic heeft 88 curve. Dat is behoorlijk wat. His hips don't lie. Net als die van Lana. En een BBVA-speler wat helemaal prima is. Want je linker Mariano en Bill. Pogba, Luis Alberto. Pogba die heeft een verlaging gehad in passing. Dus ik denk dat het Luis Alberto of Jorginho is. 75 voor Jorginho. Dan zou het Alberto wel zijn. Ja, 87. Met afstand ook Luis Alberto. Ik weet niet of de normale Paul Pogba, die niet een downgrade in passing heeft gehad, wel meer curve had. Is het Kums? Ik had hoe dan ook, als je dan toch een Lana draft doet, ook wel gewoon voor Kums moeten gaan. Hè? Wat is het voor een kindergedoe? Ik voel me net Frank Slotta. Jongen, dit is geen content waar je... Nee, dit past niet bij mij. Linksachter dan. Niet heel veel spelers met veel curve, denk ik. Ik zie 80 hier voor Bitolo. En Tsimakas die heeft 74. Bitolo die heeft met 80 curve de meeste. En dat is totaal niet handig. Piqué, Sergio Ramos, Chiellini. Ik hoop dat het Sergio Ramos is. 74 vind ik heel hoog voor een verdediger. Ja, het is ook Sergio Ramos. Helemaal fantastisch. Speelkaartje met extra pace, dus dat is ook lekker. BBVA Link heeft hij ook dus wel. Dit zal 100% Alaba zijn. 77. Die neemt natuurlijk ook wel eens vrije trappen bij Bayern. En die heeft heel veel passing als centerback. Dus dat ja, hoeft hij eigenlijk naar te kijken. De rechtsachter dan. Het zal wel deze jongen zijn. Of Cuadrado zou niet verkeerd zijn. 84, zo. Nee, daar gaat niemand overheen kunnen. Het is de Portugese rechtsachter die met niemand linkt. Ja, nee, dit wordt dus echt gewoon een hele lastige draft. Ik hoop echt dat we een icon krijgen dat we daar onze joker voor in kunnen zetten. Behandeling, balbehandeling, Courtois. 89, ja, ja. Dit is fantastisch. Die heeft een link met Ramos. Dit komt heel goed uit. En hoeven niet eens een joker voor in te zetten. De volgende keeper dan, balbehandeling. Oblak, ook lekker. 92, nog meer dan Courtois, maar we mogen er gelukkig uit kiezen. Dan de centerback, of Amavi zal het wel zijn, misschien die linksachter. 79, nee, het is El Abdaloui. Zo moeilijk is het ook weer niet. Maar nou, daar hebben we dus helemaal niks aan. Die kunnen we niet gebruiken.
Semedo die heeft weinig passing. Carvajal, hoop alsjeblieft op Carvajal. Arbila, die heeft 89. Dat is wel heel veel. Anders was het Carvajal geweest. Maar hij heeft een zieke boost gekregen met passing waarschijnlijk met zijn invorm. Is hij een beetje lang? Nee. Oh, dit is een drama. Ik heb betere spelers nodig. Geef me even een icon. Müller zou wel veel curve hebben. 82. Shaqiri, 88 curve. Holy shit. Met afstand ook Shaqiri. Müller, ja, had hij erin gekomen. Misschien een Alaba op een backpositie. João Pedro, die heeft heel veel passing. Isco, mag hopen dat Isco dit heeft. 88, dat is erg lekker. Carrasco heeft 81, maar Isco is top, want die doen we dan hatsaflats. Eventjes lekker hier, 17 geest erbij. Komt u maar. Dan hebben wij hier nog Salah, die heeft veel curve. Ik denk dat dat Salah is, 83. En voor de rest zit Ibra nog wel in de buurt, maar het is Salah. Nog steeds een joker over, maar geen speler waarvan ik denk, hey, frek, die wil ik graag. Dit is denk ik Bernardo Silva. Met 84, moet dat haast wel. Calhanoglu, 86. Zo, ik dacht dat hij een downgrade had gehad voor passing. Maar zijn curve dat is redelijk onaantastbaar gebleven. En ook hier hoeven we geen joker voor in te zetten. Kom op, geef even een goede speler. Zodat ik iets kan met het team. Een beetje. 80 voor Rodrigo. Het is 80 voor Rodrigo. 80, oké. RVA, maar die kunnen we dan wel hier neerzetten. Voor Neymar, ik weet niet of we dat... Ja, Neymar niet op 10 geest is natuurlijk niet heel ideaal. Kom op, we hebben nog een centerback nodig. Ik denk dat dit Boedeboe is. 83, dat is wel vrij hoog. 85 voor El Shaarawy. Oh, de legend. De FIFA legend. Nog 3 spelers. Geef me een goede kaart, zodat ik die joker kan inzetten. Geef mij een goede kaart. Zit hier iets bij dat ik wil. Ibrahimovic is het hoogste. En linksachter kunnen we zeker wel gebruiken. Gaan we onze joker daarvoor inzetten of niet? We hebben nog 2 plekken over. En ik ga echt balen als er straks in één keer een hele goede kaart komt. Die we dan niet kunnen kiezen. Ja, we moeten voor Ibra. Ik ga het maar gewoon zo doen. Ik wil een icon of een goede kaart die ik kan kiezen waar mijn joker de moeite voor waard is. Vidal, 76. Zou Neres wel zijn misschien? Nee. 70. Het is Vidal. Oké. Hoeven we daar iets... Nee, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee doen. Dat is wat minder. Dan... Milinkovic, Savic, Pavard, Hernandez. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik gewoon... niet Milinkovic, Savic kies. Ik denk dat ik Theo Hernandez kies. Omdat we anders geen goede linksachter hebben. Dus ja, mijn joker ingezet voor Theo Hernandez. Niet heel best. Wat kunnen we hiervan maken? Dat is het belangrijkste om daarachter te komen. We kunnen dit doen. We kunnen ook... Nee, we kunnen gewoon niet veel. We kunnen gewoon echt bijna niks. Holy shit. Calhanoglu. Dat is plus 4. Dit is top. Rechtsachter dan. Hebben we iets dat op rechtsachter kan? Nee. Jezus, wat kut. Hebben we iets dat op centerback kan? Nee, ook niet. Oh, mijn god. Lana, wat doe je met me? Eerst stijg je me zo af. En nu geef je mij dit als draft. Ja, we kunnen nog een coach kiezen. Ik hoop dat er een BBVA-coach bij zit. Die zit er zeker. Een Spaanse BBVA-coach met een mooie bril. Dus die kiezen we dan. 93 teamgeest, 84 rating. Oh mijn god, dit is een van de slechtste drafts die ik heb gemaakt dit jaar. 177 beoordeling. Waardeloos dit. Waardeloos. Mensen, laat een comment achter. Laat een blauw duimpje achter. Laat een abonnementje achter. En wij gaan hiermee spelen. Maar dit gaat niet goed komen. Ladies, gentlemen en Lana. Dit is de eerste tegenstander van vandaag. Hij heeft... Oh, ja. Klaar. We zijn klaar. We liggen eruit. Hij heeft Lukaku. Ja, verloren. Je wordt bedankt voor het kijken. Oké, hier gaan we met de curves draft. Zullen we ook doen dat we alleen maar met finesse shots mogen scoren? Alleen maar met curves schoot. Rakitic. Op Bill, ja, Mariano. Dan gaat daar Luis Alberto. En dan zien we daar Calhanoglu met die pace booster op die rechtervleugel. Linkervleugel. Ligt daar vanaf welke kant je het bekijkt. Nee, het blijft altijd de linkervleugel. Goed verhaal. Nu gaan we die druk aanzetten. Ja. Choke maar met die druk. En dit is geen finesse schot, want ik vergeet R1 in te drukken. Maar als het een finesse schot was, was hij waarschijnlijk ingegaan. Nou, tot zover de eigen verzonnen challenge met finesse schoten scoren. Want ja, dat werkte niet. Oké, Luis Alberto op Mariano. Ik weet niet of hij links of rechts is. Hij is rechts en hij scoort. Ja. Alsnog is hij verschrikkelijk slecht. Maar daar is de 2-0. Mariano. Weer niet een heel erg schot dat met zijn curves te maken heeft, zeg maar. Oh, ik denk, dat was 2-1. Ik denk, hij gaat een passen, maar in plaats daarvan geeft hij een soort tik eraan. En die Kane is natuurlijk snel. En toen stonden we met de eerste kans van mijn tegenstander alweer een hatsekadeetje op 2-1. Zo, jongen,
Mijn tegenstander die doet soms dingen. Dit is toch... Oh, hij loopt gewoon tegen mij aan. Ik doe helemaal niks. Nou, Bruno Fernandes, waar gaat hij heen? Hij gaat naar rechts. Tenzij hij goed is en dan in één keer loslaat. Maar hij keek naar rechts en ik denk, niet een hele goede speler. Goed, 2-2, kutzooi. Dan terug daarheen, want hij gaat koppen. En we hebben hem. Dankjewel, Luzaberto. Ja. Oh, Alisson heeft hem. Oh, wat een kans. Rakitic, Isco, Luzaberto. Weer met die loopactie. Op Çalhanoğlu. Yalla. Op Luzaberto. Aannemen. Geplaatst schot. Niet geblokt. Alisson weer. Nu dan, Ramos. Ja, voor je man. Dit is doelpunt. Oh, op de lat. En Mariano, die kopt hem voor zichzelf precies goed. Oké, kopballen zijn nog steeds niet heel best, hè? Maar we hebben gescoord. Daar gaat hij. Luzaberto. Niet een hele geweldige kaart. Tenminste, hij voelt niet zo lenig aan als dat je zou denken. Mariano geplaatst schot. Alisson bewoog naar de goede hoek. Penalty? Hey, ook dit is een onterechte penalty. But we will take it. Ik blijf gewoon in het midden staan. Kutzooi. Ik wist dat... Ik versprak mezelf met wat ik wilde doen en wat mijn tegenstander ging doen. Oh jee. Oh, Arbilai, dit doe je heel goed. Ik zei nog... Ik wilde eerst zeggen, ik zie er in het midden. En toen zag ik, oké, hij blijft in het midden staan. Maar doordat ik me versprak en gewoon in de war was, deed ik het helemaal verkeerd. Dit is een goede bal. Ben je links of rechts? Maakt niet uit, Mariano. Bim bam boom. Maakt een rare loopactie ook, die Mariano. Die liep niet mee, die hield ineens in. Toen moest ik met Çalhanoğlu dribbelen, maar goed, hij scoort de 2-4. Het hele team is kapot, joh. Luzaberto, die is rechts. Isco gaat eruit voor Vidal. Dan doen we Salah nog in voor Luzaberto, want die is wel lekker allround. En in de spits lekker Neymar. En dan is het gewoon een trek hem over de streep. Oké, wat kunnen we vanaf deze positie doen? Oh, ja, dankjewel. Geplaatst schot. En die zit erin. En het is 5-2. Neymar has the curves. Yes, the same curves as onze lieve Lana. En hij rage quit, dus we kunnen naar de volgende ronde. De volgende tegenstander heeft een beter team. Familie voor Para. Leuke team. Naam. Ik weet niet wat het betekent, maar je hebt wel een mooi logo. Yeah. Zo, die ring smooth en die landt ook precies goed. Dit is wel een... Yes. Oh jee, dit is een doelpunt. Ja, dit is een doelpunt. Want die bal met Rashford, ja, die maakt hij natuurlijk gewoon af. Want Rashford is overpowered dit jaar. Ja. Ja. En dan... Oh mijn god, hebben we ook zijn keeper. Oh, en ik zag het wel. Maar hij ging alsnog niet genoeg naar de hoek. Wat kut en dom en waardeloos. Man. Oh, door de beetjes. Natuurlijk. Mariano. Op Luzaberto. Boom! Oh, geplaatst. Schot 1-1. Wat een aanval. Oh. Gaan we terug? Ja, maar wel pas laat. Mariano. Oh! 2-1. Wat een doelpunt. Mariano. Ik ben nog steeds niet helemaal niet verkouden. Hij doet die 1-2'tjes. En ik maak... Elke keer dezelfde fout door te denken, ik stap wel in. Maar dat werkt gewoon niet. Isco. Een sleepie. Een verre hoek. Oh, Ederson heeft hem weer. Oh. Oké, het is rust. Hey. Hij heeft maar 2 schoten. Maar wel 2 doelpunten. Because that's how we roll. Isco, jong. Isco, Francisco, Isco. Ik ga je eruit halen, want dit is niks. Ik ga... Salah erin zetten dan op die plek. En dan Neymar erin. Yeah, that's how we gonna do it. Niet instappen. Want dat gaat fout. Dit bedoel ik maar. Het maakt toch ook allemaal niet uit wat je doet. Oh, derde schot, derde doelpunt. Neymar, een akka en een doelpunt. En bam bam, 3-3. Ja, oh, niemand doet wat. Boom, bam, beam. Wat een kut goal. Haha, maar I will take it. Dank u beleefd. Zal hij diep de bal geven? Ja, zeker. Zal hij teruggaan? Nee. Oh, ja, nee, fantastisch. Oh, vierde schot, vierde doelpunt. Het wedstrijdoverzicht na 74 minuten. Ah! Yeah! Luzaberto. Terug.
Neymar. Oh, wat een doelpunt. Oh, wow, wow, wow. Zakje, man. Neymar. Sleepy. Op Salah. Oh, en een redding van zijn keeper weer. Want die heeft hij al 100 keer gemaakt. Nou, nu gaan we dus gewoon een leuk oud-Hollands spelletje genaamd tijdrekken spelen. Het is een godvergeten diepertje! Ja, la, la, la. Kijk, Courtois doet ook even mee met het oud-Hollandse tijdrekken. En verrek, spelletje afgelopen. Wij winnen 5-4. Yes, yes. Als je kijkt naar de statistieken, is het toch niet zo heel erg gek dat ik ging tijdrekken, jongens. Kijk dit. 14 op doel, 4-4. Hij had 29% balbezit en het stond 5-4. Nou, fantastisch spannende pot. Op naar de volgende ronde, Jezus Christus. De halve finale met de Lana-draft. Zo, nou, als ze nu geen interesse heeft mee heeft als ik het zover heb geschopt. Spelen tegen een team dat 3 verdedigers heeft. Maar het is wel een goed team voor de rest, zeg maar. Mijn tegenstander drukt gelijk op pauze. Dat vind ik niet leuk. Nee. Wij gaan niet wisselen in het begin. Oh, jongen, ik word zo gek van die diepteballen die je niet kan onderscheppen omdat je tegenstander... God, nonde ju. Dit is ook weer die Ramos, die doet niks. Oh, nou, daar gaat hij. Die houden wij niet meer bij, die Salah. En hij paast hem op Mbappé en het is 0-2. Zo, nou, dat was eventjes een gevalletje van ik verdedig nogal hoog. En dan is het gewoon klaar. Nee. Oh, nee, die bal. Oh, nee. Ja, Jantje in de 45 minuten. Ik ben er klaar mee. We komen niet meer terug. Het team is niet goed genoeg. Fuck, man. Jongen, ja, jullie weten het niet. Maar als ik die draft had gewonnen, had ik het nummer van Lana gekregen. Oh. De tweede ronde krijgen we een premium jumbo goudpakket en een premium goudpakket. Dat is niet heel beste. Nou, we zien in ieder geval wat rare items in. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren voor die road to 200k. Het is niks. En laat een comment achter voor de volgende aflevering. Because then we can keep this party going. En lekker de giftcardje uitdelen. Yay! En doe dan de volgende keer eentje die net zo origineel is als deze. Want dat was hem wel. Ik vind dat op het moment dat ik niet de draft ermee kan winnen, dat die heel erg origineel is. Laatste pakketje, geen balkout, geen boordenspeler. Helemaal ruk. De groeten.